Hey Pulsies, welkom bij deze extra lange Phasmophobia video, want er zitten maar liefst 3 potjes hier in deze video. Met het paasweekend van april 2022 ben ik dus met Peter, Tony en Hela Zena, Bianca, zijn we Phasmophobia gaan spelen. En dat weekend zat er een extra twist in het spel. Op al die kavels, op al die huizen en al die plekken waar je dus heen kan gaan, hadden ze paaseieren verstopt. Die je dus kan gaan zoeken, kan gaan verzamelen. En als je alle paaseieren hebt verzameld, dan gaat je sanity terug naar 100%. Dus dat was natuurlijk wel een interessante uitdaging om aan te gaan. We waren er niet altijd succesvol in, maar het was wel heel leuk om die paaseitjes te zoeken. Soms zijn we wel verrast met hoe groot ze kunnen zijn. Ik heb hier in deze video dus 3 potjes gestopt uit die stream. De allereerste in een streethuis, waarbij we dus voor de allereerste keer met die eitjes te maken kregen. Ik heb ook een farmhouse potje erin gestopt. En uiteraard zat er een hele grote verrassing in prison. Dus enjoy. Nou, zullen we starten? Ja, we gaan paaseieren zoeken. Yes. Ja. Oké, even kijken. Waar vinden we die? We moeten eerst wachten tot Bianca er is natuurlijk. Is handig. Zouden hier ergens ook moeten vinden hoeveel eieren we moesten verzamelen? Oh, 30. Oh, kijk hier onder het plattegrond. 30 in dat kleine huis? Ja. 30, yay. En ook opeten. Ik dacht een stuk of 5. We doen Willow Street House, dat is het kleinste huis dat er is. Je zou maar high school doen of zo. Nou ja, ik wil straks wel high school of prison doen hoor. Oh jee. Hebben we sanity opdracht? Nee, geen sanity opdracht. Oké, 30 eieren jongens. Zaklampie. Ja, lekker in mijn oor. Zo zout. Ik stond echt naast je gewoon. Wat? Ik gelijk eten. Oh ja, dat is waar. Buitenlaars ook, hè? Ligt ze ook buiten? Oh jee. En in de bus dacht ik ook. Wacht even. In de bus? In de bus? Ja, hier op de post. Ja, dat dacht ik ook, ja. Oh, hier. Oh. Recht op die. Recht op, ze zijn niet bepaald klein. Ja, neem maar mee. Oh, dan neem ik hem wel mee. Onsmakelijk geluid is dit. Goed zoeken. Ja, blijkbaar moet je dus buiten al zoeken. Dat is wel fijn. Voor mensen die het huis niet in durven. Sharon. Oh. Zullen we dat ding even op het kastje leggen? Zo. Ik heb een heel smerig geluid. Are you here? Oh, hier op de stoel. Oh, die is ook al half uitgepakt. Je hoort ook echt zo. Dat geluid ook echt. Oh. We hebben het. Oh, dat is handig. Aangezien we nu heel erg met die eieren bezig zijn. Ik zit niet echt op te letten waar die ghost zit. Oh, er was zo gesproken ook. Oh, de paniekplanten staan tegenwoordig in de keuken. Oh, oh. Are you the Easter Bunny? Ja. Woe! Oh, het is een jonge Easter Bunny. Keuken! Oké. Okay. Spare box. Oh ja, moet ik een stukje invullen. Eerst eieren zoeken. Oh. Eerst eieren zoeken. Dat is het belangrijkste. Ah. Wat voor soort microfoontje is dat? Die heb ik nog nooit gezien. Ken je dat witte vierkante kastje nog? Met het zwarte speakertje in het midden? Dat is nu dit. Ze hebben nu gewoon het uiterlijk veranderd. Het lijkt heel erg op een streamersmicrofoon. Maar het is dus de geluidssensor. Die we dus eerst hier in verticale staven zagen. En nu zien we ze in horizontale geluidsstaven. Een boekje. Ze vallen wel op, hoor, de eieren. Ja, ze zijn gelukkig niet op realistisch formaat gemaakt. Oh, als je die eieren moet gaan zoeken in high school, jongen. En dan stel ik voor dat we de laatste even laten liggen. Als we even in de gaten houden hoeveel dat we er al hebben. En oh ja. De laatste pas op het einde pakken. Als we de pil ook helemaal op zijn. Dat is slim. Ik heb net niet in de bus opgelet hoeveel we er hebben. Het is min 6 hier in de keuken. Oeh, freezing. Ik vind dit wel. Dit moet ze eigenlijk altijd doen. Dit is gewoon leuk. Oeh, Ja, gewoon elke keer wat anders er neerleggen. Ah, ik ben ook het potje. Oh, dat geluid. Potje, potje gevonden. Tuurlijk. Oh, eitje. Voor de eieren kan je ook in de kasten kijken, oh jee. In de kasten. In laadjes ook?
Wat gesmak. Ik zit ergens te kijken wie doet dat. Ja, ik, maar dat was geen echt ei. Maar nu moet je echt zoeken, want normaal was het oké, cursed item, oké, bot, oké, dit is de kamer. En dan ging je gewoon de apparatuur neerzetten. Oeh, hier, in de hoek. Zo! Oh, een paarse! Oh, kak, er wordt gehut. Oh, echt? Of was het een event? Was dat een hunt of een event? Was een event. Oké. Okay. Ik heb een coachfoto. Hey, lekker bezig. Dus eerste object is even kijken of we eitjes hebben nog. Laadjes. Zullen we even kijken het laadje? We moeten er nog twee. Niet hierin. Oh, dat gaat best snel dan als we er nu al 28 hebben. Ik heb er een stuk of 4 gevonden. Het is wel voor mijn pilletje. We kunnen die laatste twee zoeken zo meteen. Zoutje, motion sensor. Eerst maar even spulletjes. Ja, laten we misschien even nuttig. Je zou het bijna vergeten. Had ik zo'n ding al op? Ja, had ik al op. Oh, bij Farmhouse heb je ook zoveel buiten. Was de paashaas. Even kijken hoor. Ik kan even... IMF kan nog. Fingerprints kan nog. Coast Riding niet meer. Dots niet meer. Oh, dat is nog wel. Wat hebben we allemaal? Oh ja, Spirit Box. Ik ga die even lekker hier om het hoekje. Freezing en Spirit Box. Oké. Okay. Doe ik het lampje uit. Even snel zoeken naar die andere twee eieren. Ja, ik ben ook nog niet overal geweest. Ei. Oh, we zijn zo blij. Hoor ik een deur? Ja, ik ook, maar ik weet niet welke. Nee, ik zit ook te zoeken. Hebben we een IMF reader hier liggen? Nee. Die hoeft niet. Oh, fingerprints. Ja, fingerprints. Ja, ja. Fingerprints. Fingerprints. Oh. We hebben wel een IMF reader hier liggen. Hallo, de mimic. Waar zat jij aan? Zat jij het mes? Neergooien, nee. Slimpie. Even neergooien. Neergooien. Kunnen we hier lopen? Ja, maar zouden ze dit doen in de tuin? Nou, ik heb hier al een rondje gelopen. Ik denk dat je andere twee echt nog binnen moeten liggen. Onze sanity is heel laag nu. Oké. Dus of we moeten die laatste twee gaan zoeken, of we moeten pillen nemen. Ik zoek eerst even. Eerst even hier. Ja, buitenzoek is veilig. Dat kost je niet je leven. Nee, precies. Oh, ging de deur nou dicht? Eentje in. Oh, er wordt gehut. Ze zijn de peanut. Oh. In de... Ja, zo. Wie is er nou binnen dan? Ja, zo'n moeder had ik al. Nou, ik neem het zout wel mee. Want ik ga toch naar binnen voor die camera. En dan die.
ja. Wel een foto gemaakt van hem? Ja. Top. Hi. Voordat ik mijn zout hier neergooi. Zit hij nog steeds hier? Ja. Ja, laat onze spullen even liggen, joh. Oh, daar ligt ook. En daar ligt zout. Stap maar in het zout. Cozy, cozy. Oeh. Ik leef nog. Je bent 6% Kim. Ja. Dat is heel stom. Ik deed mijn lamp uit. Dat ging automatisch aan. Is hij nou door het zout? Kijk, die had ik neergepleurd. Is nog niet door het zout gelopen? Nee, hè? Nee. Zit hij nog steeds hier? Vliegt hij wel? Ja, hij zit nog steeds hier. Wil je eerst... Ik kom even een pilletje halen. Oké. Okay. Opgebaard. Oké, weg camera. Die is leeg. Ja, de stopplek zelfs. Want die ene gele slaapkamer. Ik had die stoel al zien staan. Daar kan ik dus niet achter, hè? Ja, hij moet nog door het zout lopen. Dat is nog echt het enige. Tony, kom je ook even een pilletje halen? Oh. Tony is lul. Deur is weer dicht. Huh? Hoezo gaat mijn deur open? Hier zet hem nog even op. Oké, loop door het zout. Loop door het zout. Ze ligt er ook echt zo naast het zout. Oh, oh, oh. Tony is blijkbaar ook dood. En ze loopt maar niet door het zout. Het is goed. Deur open. Deur open. Deur open. En naar buiten. Iedereen is dood, ja. Tony. Oh, hij ging er bij die vorige hunt aan. Oké. Okay. Oh. Oh ja, lekker veilig dit. Ik ga het invullen, jongens.
Mimik. Loopt hij nog door het zout? Oh, hij heeft door het zout gelopen. Oké, tuurlijk. Wanneer ik het huis uitloop, dan denkt hij... Ja, we gaan nu door het zout lopen, want dan gaat ze geen foto meer maken. Had een hele goede verstopplek. Nou ja, als je een hele goede verstopplek had gehad, dan had je nog geleefd. Ja, ja en ik had geen goede verstopplek. De verstopplek die er waren, die waren weg. Ja, en ik stond echt serieus op de drempel toen ik jullie zei pilletje halen. En in één keer slaat die deur gewoon dicht en ik sta een beetje binnen. En ik denk, oh my god. Oh, Peter was me voor. Ik dacht eerst dat ik buiten stond en toen dacht ik, oh fuck, ik sta binnen. Dus moest ik ineens rennen. Het wordt nu een tikkeltje moeilijker, want we gaan farmhouse doen. En die is slechter belicht dan een streethouse. Ja, en die ken ik ook zo slecht. Ja, we zaten op jou te wachten, Bianca. 34. Oh, val mee. Maar is dit de ene met of zonder? Dit is degene zonder, toch? Of met? Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Ik weet die streethouses allemaal, maar ik weet deze niet. Dat gaan we zo zien. Ja, daar is Bianca. Even kijken. Kunnen we nu zien. Zonder zolder, ja. Rechts achterin ligt er. Op een ghost foto en ghost event. Geen sanity? Nee. Dus je mag lekker eitjes smikkelen. Hoeveel liggen er hier? Oh god, hoeveel zouden er hier buiten liggen? Vergeet niet dat je bij dit huis ook nog aan de achterkant eruit kan, hè? Ja, je hebt achteruitgangen volgens mij C-ingangen. Ja. Nou, laat ik het nu even spelen zoals ik dat normaal gesproken altijd. Ik ga via de achterkant naar binnen. Boxjes aan. Zo. Ik vind hier al gelijk het eerste ei. Heb je hier ook een ei? Oh, kijk, ook een ei. Lelijke gordijn. Ik snap dit echt niet, hè? Kijk, je hebt hier dus vitrage hangen. Voor het raam. Logisch. Dan hangt hier ook vitrage voor random hout. Like, waarom? Het is niet eens mooi. Oh, dat is een hoed. We hebben een mirror. Oké. Top. Leasing, beneden, in de hal. Nou, tot zover dat we een mirror nodig hebben. Op de trap. Ai! Oh ja, dit is het huis dat ook vol staat met bierflesjes. Oh, daar is een ei. Even kijken, waar ging je ook weer naar beneden? We zijn al op de begaande verdieping. Oh, ik dacht dat we verder naar beneden dat we doen. Waar is freezing dan? Eitje. Waar gaat hij hieruit? Waar zitten de knopjes? Ik ben even verdwaald. Are you here? Dank u. Oh! Wow. Next to you! Oh! Oelala! Are you the Easter Bunny? Ik laat hem nog liggen, maar naast de bus aan de rechterkant ligt ook een ei. Oké, we hebben ook freezing. Alles goed met Kim? Ja. Lekker. Echt zo'n lekker weekenddagje. En dan afsluiten met het potje Fasmo met ook nog paaseieren zoeken. Dat is toch top? En hoe is het met Max? Dit is... Ik weet niet waar de makers van zijn. Maar je kan hem in het Nederlands, spelen qua tekst. Zoals je bij mij ziet. Ik zie alle doelen in het Nederlands. Mijn hele boekje zit Nederlands. Maar je moet wel in het Engels ernaar praten. Ik kan niet in het Nederlands vragen aan de ghost van waar ben je. Ik moet wel echt are you here, zeg maar, doen. Fantastisch weekeinde inderdaad. Met mij gaat het ook goed. Top. Hebben mensen nog leuke plannen dit lange weekend? Ik heb ook echt een lekker lang weekend. Ik heb normaal al vaak een lang weekend met 3 dagen. Maar nu gewoon 4 dagen. Ik vind het...
Helemaal geen problemen mee. Oh ja, daar wil ik echt nul. Alleen de voordeur, maar daar gaan we denk ik geen fingerprints op krijgen. En dit is natuurlijk alweer een andere kamer. Nou, ik leg hem nu al neer. Nee, wacht. Eerst de spulletjes meenemen. Ja, ik wil nou eerst even alles verzamelen. 6 uur aan Pokémon spelen. Zo. Oh ja, dat ei bedoel je ook. Kijk, ik zie hem. Hoeveel hebben we er al? Crucifix. 15. Ja, ik ging naar boven, maar ik dacht van mocht ik fingerprints dan toevallig ergens tegenkomen? Ik zie geen orb in ieder geval of zo. Ik ga nog een camera wegzetten. Waar staat hij? Waar ben je? Waarom is de voordeur niet dichtgegaan? Het is een event. Ja, maar als dit de kamer is, dan is dat de enige deur die dicht kan. Waar is die dan? Die duurde best wel lang, maar ik zag hem niet. Oh, oh. Oh, oh, die is hierachter. Oh. Schommelstoel. Heb je al een foto? Ja. Bij deze. Zou die daar zitten dan weer? Op die boven daar. Oh, wat een donker huis is dit. Nou, je moet het zo zien. Het is het hele de woonkamer en de hal. Dat is één gedeelte. Daar is mijn ding. Daar is mijn ding. Nou, het wordt hier wel weer tegen. Oh, telefoon! Hallo? Oh, oh, fuck. Waar ben je? Maar het is zo donker hier. Oh! Nee. Nee, dat ben ik. Ik zag je voor een geest aan, sorry. Gooi allemaal even je hoed aan in de chat, serieus. Sorry. Het zou wel zijn als ze nu echt inderdaad staat. Heb jij ook echt een foto van mij? Oh, ik sta er niet op. Ze zit wel heel veel aan deuren, dus we zouden... Ze zit wel de hele tijd aan deuren, dus ik zou op zich nu wel fingerprints wel verwachten. Ja. Zit ik de hele tijd naar te kijken, ja. Je bent nog geen geest, misschien komt dat nog. Oh, Sabrina. Oh, weer. Oh, botje hebben we ook nog niet. Nee, ik ben ook nog helemaal niet boven geweest, tot nu toe. Nee, ik ook niet. Ik was toen net onderweg naar boven. Nou, ik ga wel even boven zoeken. Ik ga met je mee. Oh, wacht. Kan ik beter een smudge stick mee pakken? Oh, ik hoor een radio. Je weet maar nooit. Maar yo! Zo! Er ligt gewoon een ei, zo groot als een baby in de wieg, hè? Zal ik er even op gaan zitten? Je kan het proberen. Een babycoastie. Dat ei was gewoon groter dan die ballen die door het huis heen liggen. Ik hoor allemaal gerommel beneden. Die rozen zijn schattig. Oh, oh, hunt. Hunt. Tony, in de kast. Yes. Oh, dat is kut hoor. Die radio hoor je niet wanneer die hunt voorbij is.
bij? Ik weet niet, die stomme radio moet uit. Of ik ga er nu aan. Waarom is het zo licht hier in die computer camera? Ik ga niet dat ding uitzetten. Oh, kut. Nee, ik ga niet dat ding uitzetten. Kut! Waar is de deur? Hier. Oh, ik ben verdwaald daar. Oh, nu niet meer. Is het klaar? Denk het. Hallo. Erg. Peter, ik heb foto's van je tanden gemaakt. Ik heb een factuurtje. Ben je tandarts geworden? Dat ding. Zo. Kun je dat ook als je dan in de kast staat of zo? Terwijl het pikken donker is, dat het gewoon helemaal licht is in de kast. Hoe kom ik hieruit? Oh, ja, als je hebt zeg maar twee zaklampen. Eentje op je schouder, dat zie je altijd bij andere spelers. Die kan niet uit, dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Is klaar. Welkom Jetski en DJ Steen. God, dat... Is dat deze? Botje gevonden op mijn verstopplek. Zo heb ik ooit een keer de spiegel gevonden. Oh, hij zit aan het ding te vreten. Ja, dat is de vraag nog. Wacht, ik loop even naar buiten. Even... Als ik de deur open krijg. Ik ben takken. Volgens mij ben ik heel laag in sanity. En missen wij nou nog een evidence of die? Oh, de deur gaat weer dicht. IMF, fingerprints of ghost op moet het dan zijn. Hebben we nog niet, hè? De derde. Even kijken, nee. IMF kan nog. Fingerprints kan nog. Ja. Ja, maar weet je wat het... Ik dacht... Oh, wacht, nee. Ik ben echt nul sanity gewoon. Kom maar even een pilletje nemen. Die kan niet meer. Dus IMF fingerprints of een orb. Alleen als het een orb is, dan kan het dus ook nog een mimic zijn. Dus dat is super kut. Jij bent ook 2%, 1%. Ja, ik neem ook even een pilletje. Ja, iedereen eigenlijk moet even een pilletje. Oh. Iedereen even een pilletje choppen. Maar er is al één pilletje verdwenen. Oh. En Sharon is er niet. Ja, volgens mij om naar buiten te komen. Ja, ik wou net zeggen, als het lukt, ja. Oh. Hoeveel eitjes moesten we nou nog? We moeten er nog 7. Oh ja. Ja, en buiten ligt er dan één in ieder geval sowieso. Oh ja, ik kan wel even een rondje om het huis heen doen. Kijk of dat er buiten nog een hoop liggen. Ja, daar ligt die ene nog. Ik ben rond het huis geweest, helemaal rondom. Ik heb een stuk 5 gevonden. Zo! Ja. Buikje vol.
Oh, de, eigenlijk zo'n pompoenveldje, joh. De laatste potje pillen voor jou. Oh, dat zou heel gemeen zijn als ze hier een oranje in zouden stoppen. Ik was er ook inderdaad naar aan het zoeken. Is er wel een oranje? Weet ik eigenlijk niet. Weet ik ook niet. Ik heb wel, wel groen volgens mij, toch? Ja, en zilver heel sneaky in die keukenkastjes, want die zie je ook bijna niet. Nee, ik denk dat Tony ze allemaal heeft van buiten. Ik denk het ook. Alle keer, oeh. Hunt. Ja. Denk ik. Er wordt binnengehunt. Nee, ik denk dat Tony het heel goed heeft gedaan. Ik ben al geschrokken, maar het is wel minder dan voorheen, hoor. Ik denk dat de ghost op een andere ruimte zit. Ja, is hij verplaatst? Ik denk dat ik heb net gesmudged in waar wij de ghost room hadden. En dan heeft hij niet gepakt. Oh, kijk die crucifix, joh. Nou, het is hier -5, -11 in de woonkamer. -7, -8. En net was het hier nog warm. Ja, het is niet meer de hal. Het is, nu de woonkamer. Het is niet meer het halletje bij de ingang. Hè? Ja, hier. Hij schiet de hele tijd alle kanten op. Oké, okay, dat is kut. Nee! Zag op ons afkomen lopen, hè? Hij keek ons ook in gericht aan. Nou. Ik heb tot nu toe maar één potje levend overleefd. Hoe kom ik eruit? Ja, oké. Okay. Hebben ze al door dat ik dood ben? Ja, I'm gonna get you! Ja, pak jij het pilletje maar, want ik ben er toch al aan. Oh, jee. Oké, wat moesten nog? Fingerprints, EMF of een orb? Nou, een orb heb ik niet gezien. En EMF kan ik in de gaten houden als die anderen ook even neerleggen. Dat is... Mitch, waar is de EMF? Er ligt hier geen EMF. Ja, dan snap ik dat we EMF niet vinden. Ligt daar. In de woonkamer volgens mij ergens. Ik zag een ventilator op de stream. Ja. Oh. Oh ja, daarachter. Zie je? Komt ze, hè? Ik hoor een EMF. Als ze die nou even in die andere kamer leggen. Hebben we hier achteraf gezocht? Nee, geen ei. Oké, jongens. Heb ik hier iets van een fotolijstje mee kan gooien? Oh ja, bierblikjes kan ik hier mee gooien. Een bordje. Waar is iedereen? Joehoe! Geen idee, ik zit nog binnen. Ik ook. Oh. Ik denk dat hij voorbij is. Nu niet meer, het begint opnieuw.
Ik zou gokken. Eigenlijk. Ja, deze kamer heeft wel deuren. Dus ik zou eigenlijk even met zo'n lampje langs die deuren gaan. Helemaal deze deur, omdat hier natuurlijk doorheen is gegaan. En als er geen fingerprints zijn, zou ik IMF doen. Hij zit daar met spullen te gooien. Oké, is klaar. Oké. Komt u maar. Ja, maar dat is met de hunt. Gaat, als die geest in de buurt is tijdens een hunt, gaat de IMF altijd af. Maar de IMF moet zonder een hunt op niveau 5 afgaan in de juiste kamer om te weten of dat het bewijs is, zeg maar. Maar ze zitten verstopt. Oh. Ja, maar dan kan het nog steeds een mimic zijn. Of is het kind die bord aan het gooien is? Ga nou even die IMF pakken, hier. Oh. Zo zie je hem rennen, joh! Oh, hij gaat weer naar beneden. Oh nee, hij gaat weer omhoog. Gaat weer naar beneden. Oh, Peter, hij komt er mooi mee weg. Gegooid. Ah, zo, ik schrik me. God, wat is Bianca. Nee. Je hebt er binnen zeker. Oh. Oh. Dit dingetje even in deze kamer neerleggen voor mij. Geef mij de IMF reader. De voordeur is open. Ik denk dat hij dood is. Kom eraan. Dan zou ik ook echt een foto van jou moeten maken, zodat we de spullen weer terug konden verdienen. Maar wat gaan ze nou doen? Gaan we voor Onrio dan? Ik ga voor Onrio. We gaan voor Onrio. Ik ga voor IMF. Ik zie nu een vlek op de monitor, en dit is een sneeuwvlokje. Oh, Kim gaat voor tweeling. Ja, ik... Tweeling? Dat kon het sowieso niet meer zijn, toch? Ja. Ja, maar... Kijk, dan Mimic kan ook nog. En we hadden er ook freezing dams of niet? Hebben we IMF 5? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk het haast niet. Hij was snel. Wacht even, even snel kijken. Ghost, onder je oog. Ja, die is bang van vuur. En weak and threatened. Stond er. Ja. Waar staat hij? Daar. Ik denk dat we gewoon moeten gaan gokken. En dat was een orb. Ja, dat weet ik. IMF ligt in de verkeerde kamer, maar Sanity is te laag om nog een gok te wagen. Ja, ik heb niks gehoord over een IMF 5 eigenlijk, maar ja, ik heb ook geen denk IMF ik 5 ook op niet. De dingen gezien. Nee. Op die IMF 5 hebben we op het bord niet gezien, dus nee. Ik ga toch
Oké. Okay. Ja, ik ook. Dan ga ik ook wel mee. Ja, of Mimic zou het ook nog kunnen zijn, maar... Ja, ik ga de deur dicht doen. Dan... Het is of Mimic of Onryo, het is lastig. Oh! Ja. Kijk! Ja, jij zei van, kan je de IMF in de gaten houden? Ik denk, ja, het ligt in de verkeerde kamer, het heeft geen nut. Ja, en wij kregen de kans niet om te verplaatsen. Nee, dat merkte ik. Elke keer als jullie naar beneden kwamen, ging je weer. Zelfs als ik de deur op beneden, dan was die al gelijk aan het hunten. Ik ben benieuwd hoeveel eieren... Ja, ik wil niet eens Asylum doen. Ik heb 1 keer Asylum gedaan. En ik vind die echo van die voetstap heel kut. En die map is echt huge. Dat zou echt een leuke map zijn als je met 6 of 8 mensen kan spelen. En ik vind het heel kut dat als je de bus uitkomt, dat je al meteen... in het pand staat. Je kan niet nog even rustig buiten lopen. Maar... Ik ben wel benieuwd hoeveel eieren dat er hier verstopt zijn. Ja, nou ik hoorde al dat Asylum had volgens mij iets van 66 of zo. Dus we gaan wel voorbij de 40, denk ik nu. Ja, maar het wordt wel lastig zoeken, denk ik. Oh, gaan ze ook in al die cellen liggen? Onder zo'n bedje. In het toiletpont. Oh, en die douches. En dan ligt in een van die douches ook een zeepje. Dus dan kom je binnen en denk zeep. Ja. Ik ben ready. Ik ben over 1 minuut terug. Oké, dan gaan wij allemaal vast starten. We moeten toch nog wachten op de hamstertjes van Bianca. Dus wie weet is Tony al terug voordat we überhaupt de bus uitlopen. Oké, hoeveel eieren? 30. 30? Ja. Hoezo heeft een farmhouse er 34 en het contenthuis 40 en dan krijgen we er hier 30? Ja, maar ik denk dat ze hier echt verspreid liggen dan. Ja, dat mag ik wel hopen. Ligt er iets in de bus? Ik zie wel een sleutel. Kijk, Bianca is al binnen. Je dacht dan natuurlijk, van als dan Tony terug is, dan is Bianca in ieder geval ingeladen. Ja, dat dacht ik, ja. Dat was mijn concept. Escape Hunt, Zout en de Crucifix. Ja, ik ben er. Kijk, zie je? Dit is mijn concept. Ik ook. Oh, hoi, leuk. Tony. Ik dacht, ik druk alvast op start, want tegen de tijd dat jij terug bent, zijn die hamstertjes van Bianca wel ingehaald. Nee. Ja, precies. Die heb ik even een schop gegeven. Oh, moeten we hier ook dan die kant oplopen om alles te controleren? Die halve parkeerplaats? Of hoe zit dat? Waarom regent het elke keer? Het blijft wel een gevangenis, daar mag niet zoveel. Nee. We hebben tarotkaartjes. En het eerste ei. Een eitje hoort erbij. Zo. Oh, kijk, er nog een ei. Oh, die knoppen, die buizen van die verwarming die glinsteren op. Dan denk je, oh, een ei. Nee, verwarmingsbuis. No inmates allowed without staff supervision. Ik weet niet wat voor geluid er bij Tony eruit komt. Zou je opgesloten kunnen worden in een cel? Nou, ik heb wel eens een keer in een cel mezelf verstopt. Gewoon echt als verstopplek. Potje gevonden. Tony, zeg eens iets. Hey, Kim. Ja, ik hoor je. Ik hoorde net af en toe gehaper dat ik dacht, ben jij dat of niet? Stroom is aan. Hier, dat getik. Wie is dat? I am here. Are you here? Behind you. Oh. 9 graden? 6 graden? Nee, 11 graden. Moeten we echt al die cellen af? Ik hoop het niet, hè? Ik heb bij de hal, naast de ingang, dat hok bij die trappen, heb ik 5 graden. Oké,
Oké, dat is wel beter, want ik heb hier 7. Hierboven is 10. Zo'n cel. Nou, het zou ook wel heel lief zijn, hè, van de gevangenisdirecteur om al die gevangenen een paas uit te geven. Het enige nadeel van zo'n grote map is als je dan die hele celruimte weer uit moet lopen. Het kost je gewoon een halve minuut, joh. Om van die ene kant helemaal de andere kant op uit te lopen. Ja, je kan wel rennen. Maar niet te lang. Ik zal het zo even laten zien. Even deze deur op. Kijk, ik ga nu rennen. Rennen, 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 rennen. In dat kleine kamertje. En nu hoor je me hijgen. En dan kan ik ook even niet rennen. En je loopt heel langzaam. Maar ik heb hier al koud. Oh ja, hier is freezing. Ja, ik... ik zelf niet, nee. Lekker dichtbij, toch? Moeten we alleen boven nog gaan kijken voor eieren. Want nu komen we niet meer boven, eigenlijk. Nee. Ik heb wel al een paar eitjes op. Ja, ik ook. We hebben platin. Kijk. Even droppen hier. Ik zie nu geen reet. Ja, inderdaad, je stamina, je uithoudingsvermogen. Dus wat ik heel vaak doe is korte sprintjes en dan weer loslaten. Ja, dat kan je ze vaker doen. Ja. Wee you. Dat is wel interessant, die hoekjes hier. Nee. Zouden ze het buiten de prison doen? Kijk, die weer pakken we deze op. Kunnen we in ieder geval elke keer de uitgang terugvinden. Ja, heb erin gestaan, dit zout. Ik heb geen camera. Ligt hier een achter je? Hier. Ja, voetjes, daar. Even. Ik heb nu camera. Schijn jij bij? Ja, misschien de voetjes niet. Als je geen voetafdrukken achter... Ja, die hadden we wel, maar we pakten de camera te laat. Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Dat was kort. Dat was een heel kort event. IMF. 4. Waarom ligt hij daar kut op tafel, joh? Oh. Oh, ik zie je voetje. Zo. Hoeven we niet meer te kijken voor coaster orbs. Ja, alleen de coaster orbs hoeven niet meer voor te kijken. De rest kan het allemaal nog worden. Hadden we hier met 5? Ja, zo! Spiritbox. Kim, als ik jou was, zou ik even een pilletje komen nemen. Oké. Waar zit ik achter? Oh. Hey Kim, kun je je fotolijstje achter je staat op zijn kop? Nee joh, die staat hartstikke goed.
Jeetje, Mina. Dilly, dat betekent iets, hè? De vlag staat ondersteboven, want ik ben ondersteboven van hoe mijn leven de afgelopen 2 jaar is. Blauw, wit, rood. Land in nood. Fijn hoor, Steve. Wat? Hebben we nog een pilletje? Ja. Ik zal even een pilletje nemen. Zal ik ook een pilletje nemen? Nog niet. Oh, ik dacht echt dat ik op 3% zat of zo, joh. Ah, nee. Nee, maar aangezien dat het de twins zijn op 2 plekken. Nee, die kan op 2 plekken. Of ja, die zit gewoon op 2 plekken. En we willen nog eieren misschien zoeken. Ja. Met een hunt escapen. Of we zeggen nog licht al. Over de, ja. Nou ja, ik wil boven nog wel even kijken hoor. Dan kunnen we ook even wachten tot. Ja, we moeten een hunt escapen. Dus dat als we eenmaal binnen zijn, gaat het een keer gebeuren. En dan kan hij ook die crucifix gaan chappen. Want ja, en dan escape je of niet? Ja. Ik kan ook nog iets meenemen. Oeh, nog een cameraatje. Pak ik een smudgestick mee? Oh ja, cameraatje die ligt binnen, denk ik. Of is die al vol? Ik heb er al eentje genakt. Oh. Oh. Oh, onweer. Eitje, eitje, geef mij een eitje. Kijk, Johan, ik weet niet of je het al hebt gezien, maar je kan paaseieren zoeken in Fasmo. Dit weekend. Ga open, hier. Ga ik hier zoeken. Oh, de vuurspok is uit, zie ik. Ja, dat is beneden, is celblok A. Ik ga er niet. Eitje. Lekker, lekker, lam. Nam, 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 nam. Zouden ze ook wel op het zitten? Dit voelt nou echt als zo'n film waarbij iemand in de wc verstopt zit, die al die deurtjes opentrekt. Houdt er nu rekening. Oh ja, laatste natuurlijk. De ghost ook hier boven ergens kan zitten. Ja. Als kom zit ik op de wc. Wat zeg je nou? Daar ligt niks. Spook komt, ga ik naar de wc. Hier ligt niks? Ja, hier heb ik er een. Er ligt wel wat. Tony heeft er een. Kunnen die kluisjes open? Ja, Tony heeft er nog een. Ja, we hebben tot nu toe nog geen enkel kavel compleet gehad, hè? Omdat we toch elke keer over eieren heen kijken. Oh ja, 1 keer toen ik dood was inderdaad. Verdorie! Je moet toch echt omlopen? Nee, ik wil hem. Dit vind ik dan weer zo flauw. Oh, zullen ze die op de bed hebben gelegd? Hier ligt er een, achter de dinges. Hier ligt er een. Ja, ik wist het. Er zou er een op het bed liggen. Kim, deze moet je zien. Dit is een telefoonstream. Wat? Waar zijn jullie? Jij vond die in die kantje groot. Ja? Deze moet je echt zien. Dat is de directeur en dit is de sollicitant op deze stoel. Wacht, ik kom eraan. Waar zitten jullie? Oh, daar. Wow! Yo! Hier zou ik echt een jaar over doen, hè? Nee, dat geloof ik niet. Nee, joh. Nee, ik ben meer een chipsmens. Ik ben niet zo'n chocolademens. 2 weken. Ja. 2 weken! Fijn, Tori. Challenge accepted. Wilde jij hem hebben? Nee, ik ga niet zo van chocolade. Oh, wat goed. Nou. Deze kant maar op, hè? Ja, we gaan hem uitpluizen, die gevangenis.
Hoe zit het met de objectives? Nog niks. Nee. Nog steeds niet van de crucifix aan het spreken. Ja, ik vraag me af of ze ook in al die celblokken zitten. Ik ben trouwens nog niet bij B erin geweest. Dus daar kan ook nog wat liggen. Hoor ik hem nou? Ja. Volgens mij wel. Er wordt gehunt. Ja, hier. Achter de prullenbak. Oh, hier in het hoekje zitten, joh. Ja, wel. Zo ver loopt hij waarschijnlijk toch niet. Kijk, als hij nou hier beneden loopt, dan kunnen we het ook mooi zien. Dat zou leuk zijn. Oh ja. Kijk. Nou, we rekening mee, zijn de twins, hè? Sharon is lekkerder. Thuis, later dan gepland, wat ik hou van kletsen. Was je om 10 uur klaar? Het is 10:55, Sharon. Let's go. Ja, in een gevangenis, als je ver weg is, kan je gewoon praten, hè? Het is geen klein streethouse waar je je mond hoeft te houden. Alleen als je dichtbij komt, moet je echt opletten. Ik denk niet dat hier nog eitjes zijn. Nee, ik denk dat ik even bij celblok B ga kijken, want ik ben daar nog niet in geweest. Ik ben hier celblok B te vinden. Aan de rechterkant. Ik ben trouwens ook niet in de kantine geweest. Is er iemand in de kantine geweest? Ja, het lijkt me dat daar wel eitjes liggen. En ik ben ook niet in die douches geweest. Ik ga wel even in die douches kijken. Dat is toch hier links. Want dan kan je allebei een kant pakken of zo. Ja, ik ben wel celblok A geweest, maar ik ben echt niet al die cellen afgegaan. Ik ben gewoon even door die ruimte heen gelopen. Zal ik hier even kijken? Nee, geen eitjes hier. Oh, wel. In de wasbak. Oh. Hunt! Nou, wie wil er douchen, jongens? Moest een collega gedag zeggen, die zou ik niet meer zien. Ah, ja, dan snap ik wel dat je wat langer blijft plakken. Waar zit de coach? Weet je dat kleine kamertje? Je hebt zeg maar, je komt die entree binnen en dan heb je die hal daar rechts waar de trap omhoog kan en het is dat kleine kamertje, die hal daar rechts. Daar zit hij. Maar dit is, hij is nu aan het hunten, het is professional, hij kan verplaatst zijn. Maar ik hoor hem wel in mijn rechteroor, dus ik denk nog wel dat hij ergens in die regio zit. Ook onweer. Zou die klaar zijn? Nou. Pas eitjes. Oh, de deur staat hier wel open. Dus misschien is hier al iemand geweest. Maar dit zijn echt veel tafeltjes en zo wat je af moet gaan, joh. Wisselt een beetje. We hebben er nu 30. We hebben ook al huizen gehad
Met 34 of 40. Maar dat vond ik heel apart. Want we hadden dus een street house die had er 40. En nu zijn we in prison. Nu hebben we er 30. Dat je denkt, ik had er hier meer verwacht. Ik dacht echt, we gaan nu echt richting de 50 of zo. Maar nee. Oh, leuk. Random stoel. Ja, ik heb er weer een. Bij de bezoekersruim. Komen er zo aan. Ja, ik heb hem opgepakt. Celblok A, ligt niks. Kijk hier. Eén ei, die hele kantine. Echt één. Dat kan niet open. Ik denk dat ik even in de bus ga kijken hoe het voor staat. Ja, is goed. Ik vind dit oprecht wel grappig. Het paaseitje zoeken. Nou, daar gaat weer. Ja, dat klopt. Ik gooi de deur wel even dicht. Oh, sorry. Oh, Sharon denkt dat we ten dode zijn opgeschreven. Het is prison, hè? Ah, Sharon, kom op. We lopen al bijna, even kijken, al 20 minuten rond. Nee, hij is nog aan het hunten. Ik vind het zo lastig dat andere huis met die wekkerradio die afging en nu met die regen, dat je het niet goed hoort. Ja. Het zou mooi zijn als we die laatste vier eieren vinden. Ja, ik wil ook een keer 100% sanity. Niet wanneer ik dood ben dat jullie het vinden. Ik zou het ook wel knap vinden hoor, als we in prison allemaal weten te vinden. Ja, maar in de cellen zelf heb ik niks gevonden op blok A. Oké. Peter doet mee, Tony doet mee en Hela Zena. Poging waar om te lopen. Volgende kamer. Deze deur is nog dicht, dus hier is waarschijnlijk nog niemand geweest. Ja, ik zie daar eentje. Buiten bij de bus hadden we al gekeken, denk ik, maar daar zit niks liggen. Ik heb alleen heel vluchtig gekeken, niet goed. Oké, ja, daar ligt niks. Nee, we hebben er inmiddels wel eentje gevonden in de bibliotheek. Ja. We staan nu op 27 van de 30. Durf ik door te lopen? Ja, ik durf wel door te lopen. Weer. Ja. Hebben we deze kamer ook gehad? Er ligt er en ligt er niet nog één bij de ghost room. Nou, die hadden we denk ik al lang gehad, want we weten al dat het de twins zijn, zeg maar. We hebben alle bewijs al. Hey Anouk. Het crucifix hebben we ook gehaald. Kijk.
Ja, die hunk die halen we niet, want we zien hem niet. Nee, en ik het is nou ook niet bepaald een plek waarvan je denkt, ik ga vlak voor hem staan en dan heb ik nog alle kans om ergens te verstoppen. Nee, daarom. Hij zit niet echt in een handige plek daarvoor. Yes. Nou, celblok B. Nou, hier is vet makkelijk, want als je gaat hutten, kan je gewoon een cel induiken. Oh, kijk. Hop. Hoeveel eieren moeten we nog? Nog twee? Ja, net zo nieuw zijn we. Ik ga even kijken. Ik ga even buiten ook nog goed kijken. Gaan we nou kritiek hebben, Sharon? Ze is net 10 minuten thuis. Ik vlieg gewoon in de bus. Ja, ik heb ook gekeken. Nou, ik denk het niet. Ik heb ook niet echt zin om al die cellen te gaan controleren. Ja, daar heb ik net op cel. Hij is nu ook aan het hunten. Nee. Deur zit dicht, hè? Ja, we horen hem. Wij staan hoog, maar niet hoog. We kunnen hem hier in ieder geval zien aankomen. Als hij aankomt, dan hebben we nog alle tijd om een cel uit te kiezen en erin te gaan zitten. Ja, ik heb zeker de hele prison gezien, zo. Volgens mij alleen... Zeg maar bij die entree, de kamers links, niet gezien. De rest heb ik allemaal gezien. Ja, het eerste kantoortje links heb ik wel gezien. Oké. Ik hoor niks meer. Succes, dat lukt je toch niet. De bus start niet als niet alle levenden terug in de bus zijn. Wat heb je gekregen, Anouk? En wanneer ben je jarig? Oh. Oh, je hebt ook nog een kamer. Maar geen ei. Ja, je hebt nog die bezoekersruimte waarin zeg maar de gevangenen aan de ene kant zitten en dan degene waarmee ze praten aan de andere kant, weet je, met die glasplaten. Ja. Daar ben ik nog niet geweest, maar hebben we daar nog zin in? Ja, volgens mij komen we er langs. Je was op 8 april jarig, nog gefeliciteerd. Want we weten al wie het is. Die hunt escapen gaat ons niet lukken. We kunnen ook proberen gewoon naar de uitgang zien te komen. Hebben we hier ook niet een achteruitgang? Nee. Ja, je hebt wel een achteruitgang, maar dan kom je op zo'n binnenplaats, zeg maar. Hunt voorbij. Oké. Ja, jongens. Dan moeten we er vlak langs. Die doet de deur open en dat ding staat voor mijn neus. We komen eraan. Dat ding staat voor je neus. Althans, we gaan een poging wagen. Die kan op te komen. Hey, oh nee, spirit box. Zijn we hier al geweest? Kijk, hier deze ruimte bedoelde ik. Gaat hij nou weer? Ja. Ja. Kijk ik. Ja. Zo, schok. Moest aan die deur trekken.
Ja? Allemaal dood, kom, we gaan. Ja, succes. Ga jij de bus maar starten? Is de hunt voorbij? Voorbij. Ja. Nu. Deur is open. Run, Forrest, run. Volgens mij is de deur weer dicht. Die zitten weer binnen natuurlijk. Ik. Echt nog bezig. Echt nog bezig. Ik zit alleen maar te zoeken voor een ei. Run. Ik stond alleen gewoon die deur niet open voor jou wonen. Ja, wat is dat nou weer? Ben je nou zo'n zwakkeling dat je dit moet afleggen van een geest? Ja, voor smaak te open is gewoon een nooddeur. Je kan er altijd uit. We hebben maar één keer Sharon alle eieren gevonden. En heel vaak zitten we heel dicht op. Kijk hier nog even kijken. Best knap dat wij met zulke lage sanity het allemaal overleefd hebben. Ja, goed hè? Ja, zeker nice. Dat vind ik best wel knap eigenlijk. Ja, ik heb hier buiten echt ook overal gekeken, elk hoekje. Weer 28 van de 30. Het is frustrerend ja, gewoon. Ik kan er wel naar binnen gaan, maar dat duurt zo lang. Ja. Heb je de zekerheid, we hadden twins hè? Ja. Want okay. Ik denk ook al zou ik doodgaan, dan zou je nog als ghost... hints kunnen geven waar dat die ligt. Ja, kan je niet ook aan de Luigi-bord zeggen? Where's the egg? Oh, hadden we... Nee, maar we hebben een paar keer al dat bord gehad. En je kan natuurlijk vragen, where are you? Ja. En where's the bone? Maar het zou ook handig zijn als je kan zeggen, ja. Where's the egg? Ja, wie weet. Okay. Ik zou zeggen, probeer het als we hem vinden. Iedereen ingevuld? Yes. Ja. Oké. Okay. Zeg de spook everywhere. Everywhere. Hey. Nice. Alleen doel 2 niet, maar ja, die was niet te doen. Nee. 1 ei is geen ei. 2 ei is een half ei. 3 ei is een baas. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik vond het zeker gezellig. Oh ja, en natuurlijk Peter, Tony en Bianca. Thanks voor het meedoen. En tot snel. Doeg!